Hey Mustafa, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan vandaag een stukje hier aan de IJssel rijden. Het is een heel mooi stukje tussen Deventer en Zwolle. Met heel veel bochtjes en een hele mooie natuur. Ik heb een rijbewijs nu ongeveer twee maandjes nu. Ik heb het altijd van gedroomd om een motor te hebben. Ja, de vrijheid die je op een motor hebt, ja, dat heb je in een auto niet. Wat maakt dit nou zo anders dan autorijden? Je bent één met de motor. Als je eenmaal door de bochtjes heen gaat, ja, je bent meer kwetsbaar op een motor. Maar al je zintuigen staan wel open, dus je moet echt opletten op je omgeving. En de adrenaline die door je lijf giert, dat is waar je het voor doet. Hoe hard gaat hij? Hij kan 200 km per uur, maar ik hou hem gewoon netjes aan de snelheidslimiet. Tuurlijk! Wat voor werk doe je? Ik ben commercieel medewerker binnen dienst voor inkomensverzekeringen. Ik ondersteun adviseurs inkomensverzekeringen. En daarnaast onderhoud ik zelf ook klantcontact. En wat zijn jouw kwaliteiten? Ik ben snel en nauwkeurig. Dus altijd alles dubbel checken voordat ik het uitstuur. Snelheid is ook heel handig. Omdat je hebt de klant net gesproken en is nog vers in het hoofd. En als de klant de offerte diezelfde dag nog in handen heeft, dan is een offerte ook makkelijker om te begrijpen. Wat vind je nou het leukste aan je werk? Het allerleukste is toch dat ik mensen kan helpen. Werkgevers die hun werknemers willen verzekeren voor onzekere periodes. Waar gaat je eerste tour toch naartoe? Ik zou heel graag naar Zwitserland rijden met de motor. En dan het liefst met vrienden in een groep. Ja, dan heb je toch een gevoel van saamhorigheid.